Hallo beste kijkers en welkom bij de tweede leg van de kwartfinale van de Champions Cup tegen Lucky Gravenel. Klik eventjes op het i'tje aan de rechterkant van het scherm als je de video van Rob nog niet hebt gezien. Dan gaan we daar, kan je daar nog even kijken als je het gezien. Want dit is echt intens en er moet wat gebeuren in deze wedstrijd. Ik heb 1 goal gescoord als uitgoals, hij heeft 2 gescoord en hij maakt 2-2. Dan is hij eigenlijk gewoon door vanwege de uitgoals van de Champions League regeling. We gaan zien wie er wint jongens, mogen de beste Brabander winnen. In principe maakt het voor mij niet uit als ik een tegendoelpunt krijg. Ik moet sowieso één keer scoren. Het enige verschil is als ik er één tegen krijg is gelijk. En als ik er geen tegen krijg heb ik gewonnen. Ik wil nog niet zeggen dat ik graag een tegendoelpunt wil. Maar ik dek mezelf gewoon even in. Iemand liep tegen iemand aan. Heerlijk weer. Oh nee. Ja! Oh! Connor, wat is het een beast. Kut Maxwell. In plaats van hij gewoon verdedigd. Ik gaf hem bijna mee. Aan jou. Ja, dat was wel heerlijk geweest. Had ik eigenlijk mee gespeeld. Oh, ik dacht die uit was. Cheeky. Dat was heel cheeky. Ibra. Manolas. Laat die niet van de bal. Oh, lekker. Oh, heerlijk. Oh, wat goed gedaan. Naar wie wil je pasen, gap? Ibra. Naar wie wilde ik hem pasen? Ja, echt die spanning. Ik hou hier echt niet van. Oh. Nee. Nee! Ja! Oh! Yes! Oh! Nee. Fuck ja. Off. Oh, wat een pas. Oh, die paas. Heerlijk. Oh nee, die moest toch binnen. Thiago, waarom ben je zo goed? Fatality. Scheids. Nee, fuck off, scheids. Gedraag je, dit gast. Gaat 100% fout, hoor. Dit gaat weer gewoon fout. Yes! Seiko doet het wel! Seiko doet het! Ja, ik zei al, hij maakt het niet uit, ik moet nog steeds één keer scoren. Ja. Oh, kutscheid. En daarnaast staat golden goal trouwens, als jij scoort staat golden goal. Ja, klopt. Ja, hij was gewoon perfect ingeschoten. Bruh. Ja, wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Dit is een heerlijke paas. Oh, heerlijk balletje! Oh mijn god. Hoe kan ik nou nog niet hebben gescoord dit potje? Ik vind het ook knap, maar dat gaat denk ik daar wel gebeuren. Nu dan! Nu weer niet! En hij komt ook niet bij mij uit! Oh mijn god. Ik weet niet wat ik moet doen om deze wedstrijd te gaan scoren. Hey. Oh, Joost! Alles gaat er op zijn bek. Die bal. Simpel. What the fuck? Ik dacht, ik ga zo doen alsof ik naar binnen ga, ga ik naar buiten. Wat doet hij? Loopt gewoon lekker naar binnen. Gewoon fuck de controls. Ik doe wat ik zelf wil. Mijn naam is Zlatan. Ibra, where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Koppen. Godverdomme. Hij had dan nog bijna. Ja, bijna telt alleen maar Jules de Boel. Hoe verdedigend speel jij? Ik speel helemaal niet verdedigend. Kijk dan, er staan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik speel gewoon gebalanceerd, toch? Er staan 9 man aan je keeper. God, ik sta echt gebalanceerd. Ja, serieus. Maar er stonden wel... Oh, ik sta alles uit. Iedereen stond daar wel voor je spitsie. Ja, ik weet ook niet, ik sta er echt op gebalanceerd. Misschien zijn zij standaard gewoon op verdedigend ofzo. Ja, oh, ik dacht misschien krijg ik hem nog mee. Maar dat is niet wat er gebeurde. Ja, slaat dan. Dat is een beetje extreem overdreven. Wat een bal! Oh! Ik word echt doodziek van, ouwe. Het schiet gewoon niet op. Het wil gewoon niet lukken. Ja. Oh. Chesney. En ik moet even een wisseltje maken. Ja, het is de 61ste minuut. Ik weet dat ik mezelf hier waarschijnlijk mee in mijn rug ga steken. Maar ik moet gewoon risico nemen. Ja, mensen zien mijn scherm niet. Maar ik zal het wel even gewoon mededelen. Ik ga 4-2-4 spelen. Maar ik denk dat dit wel mijn einde wordt. Daardoor. Als ik nu score wel. Ja, Seiko. Bruh. Top. Wat doe je daar, Luis? What the fuck. Ibra. Ah, scheids. Je kunt toch niet beweren dat Ibra legaal naar de grond wordt gewerkt? Dat moet wel met een overtreding zijn. Jezus, schap. Oh. Dankjewel dat je me nog een kans geeft, Rob. Ik aardig. Koppen. Wat is dit, jongens? Kom aan. What the fuck gebeurt er allemaal? Ik weet het ook niet. Holy. Ja. Oh, ding.
Nee. Pak die bal nou! Ja, ja! Och, jongens! Hoezo heeft mijn team opeens zoveel down? Als je me doet, daar sta je alleen voor de keeper. Kijk daar nog, de enige met energie. Ja, full YOLO, alles op de aanval, 4-2-4. Oh, eigen goal! Ja, dit is jammer. Oh mijn fucking god, wat haat ik altijd dit soort shit, joh. Ik heb altijd een van die toernooitjes dat ik echt van die wedstrijden verlies, dat ik dan achteraf terugkijk en denk, waarom heb je verloren? En dan kan ik gewoon geen logische verklaring voor zijn. Dat is zo'n kutgoals, dat is echt oprecht zo'n kutgoals. Het ging, weet je wat voor mij fout is gegaan? Dat moment dat jij me neertrapte en ik een penalty kreeg in plaats van dat ik gewoon kon scoren. Dat is echt ziek slim dat je mij die penalty gunde. Ja, maar ik haal die serieus niet expres neer. Dat nee, weet ik. Maar kijk, als ik gewoon door had kunnen lopen, dan was je er, dat soort ballen gaan dan meestal wel gewoon, nou ja, al durf ik dat nu niet te zeggen met zekerheid, maar normaal gesproken gaat zo'n bal. Meestal gaan die er wel in. Ja, dus dan was het een 2-1 geweest en dan nu krijg ik een penalty en dan mis ik die zeg. Nou, dan gaan we nu voor de laatste avond Florenzi. Ah, ik wil nog wel van middellijn peren, maar dat lukt het niet. Ik kan het hier nog proberen. Florenzi! Ah. En ik doe het nog. Ja, dat was toch een prima goaltje. Ja, dit was een goal, maar ja, ik deed het niet met dit. Florenzi. Tering, Ibra. Ah, gefeliciteerd. Oh, ik heb het niet gewonnen. Oh. Nou, fuck you, geen gefeliciteerd. Ja, nog geen gefeliciteerd wanneer het nog niet nodig is. Dus ik kan hier nog gewoon scoren. Oh. Deze goal telt niet voor 3. Ah, ik krijg niet scoren, hoor. Kijk, weer een corner, wat? Kijk je nou. Wat is dit? 7e minuut blessuretijd! Oh, yeah! Goal! Wat een doelpunt! Hé, hey, deze goal telde voor 3, zei het ook. Goal, goal. Nee, ik zei het. Oh nee, wacht, ik ben door! Yes! Ja. Het was toch spannend tot de laatste minuut? Oh, nou, ik heb feest voor. Ja, en uiteindelijk moest het dus wel AIDS weer gebeuren. Het geschieden door middel van AIDS. Het was een wedstrijd. Nou jongens, ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken. Vergeet niet alle deelnemers van deze tournament nog een keer uit te checken. Ook degenen die er al uit liggen en degenen die er door zijn tot de volgende rondes. Robby, ik wil heel graag bedanken dat je mee hebt gedaan in dit toernooi dat ik jou tegenstander moet krijgen. Ja, van jou kan ik verliezen. Je bent ook echt een van de enigen. Daarom, ik ben echt ook. Ik heb weer voor jou gewonnen trouwens. Hou je bek. Bedankt voor het kijken, doei. Doei jongens, tot de volgende keer. Na deze spannende return betekent het dan toch dat ik in de halve finale zit na het uitschakelen van Robby. De andere tegenstander gaat bekendgemaakt worden in de volgende video. Wordt het Koen of wordt het Matty? De volgende video zul je zien op het kanaal van Koen. De link naar het kanaal van Koen staat in de beschrijving. Ik wil je heel graag bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te liken. En tot de volgende. Later mensen.